Hey, hallo. Oh my god. Hallo, mijn naam is Peter Hoefnagel. Nou ben ik klaar mee. Wat jij meemaakt op school zie je bij mij terug in de klas. Alsjeblieft. Hey. Ik begrijp jou niet, maar ik probeer jou wel te snappen. Dus, Anita. Hoi. Hallo, goeiedag. 10 minuten te laat. Druk eens aan haar. Oké, dat is niet zo mooi, Anita. Volgens mij tweede brief. Dat hoef jij helemaal niet te weten. Waarom wordt een leuke les? Omdat we gedichten gaan doen. Hé, wat is het allemaal voor een rare... Ramp. Oké. Okay. Hey, Jossie, wij zitten gewoon in de klas. Hey, hallo, Anita. Emma. Wat? Hey, stop er eens mee. Hey, hallo. Kan iemand mij vertellen wat er nou aan de hand is dit? Ja, moet ik het vertellen? Ja, vertel eens. Nou, Anita stond op en ging weg. En daarna stond Emma op en die volgde. Ja. Oh, Emma komt terug. Wat is er nou, Emma? Ik snap niet wat er nou allemaal aan de hand is. Is ze naar Mulder of wat? Nee. Niet? Nee. Ze is naar huis en jij hebt best wel een groot probleem, want ze is altijd haar vrienden gaan halen. En, De? Wat, hè? De vrienden gaan... Zij heeft echt lijken vrienden. Ik snap het niet. Ja, weet je, ik moet onder de tafel verstoppen, joh. Drusilla. Oh my god! Oh my god! Drusilla, Drusilla! Oh my god! Drusilla, waar is ze hier? Waar is ze? Ik zie haar niet. Kan jij de wacht houden? Ik ben fucking bang! Wacht even hoor. Ik ben zo bang! Rick. Kom eens terug. Wat is er nou? Wat is er aan de hand? Hallo. Wat is er nou aan de hand? Zij is naar huis gegaan en ze is al haar vrienden gaan halen. Waarom? Dat ze niet voor zichzelf op kan komen. Wat is er aan de hand? Ik had er geklapt buiten. Geslagen? Waarom? Want ze doet stoer. Ze doet stoer. Dat is een reden om iemand te... Hoe noem je dat? Klappen? Ja. Ik heb er geklapt omdat ze een grote mond aan mij had. En ik had daar geen zin in. Ik was rustig in de pauze en dan kwam ze me storen. Dus... Ik dacht, ja, moet je een lesje leren. Ik heb er geklapt. Maar kijk hoe klein Anita is, dat is niet eerlijk. I don't give a shit, dan moet ze normaal tegen mij gaan doen. Maar zie ik eruit alsof dat mij wat boeit hoe klein of hoe groot ze is? Nee, maar... Nee, niet nee. Maar Drusilla, nee. Als ik het goed begrijp, is het binnenschoolplein? Is het... Nee, het was buiten het schoolplein. Dus niet in het schoolterrein, buiten het schoolterrein. Ja. Dus dat is geen probleem. Nou, Dat is geen probleem. Dus mag buiten de school mag je... Nee, maar... Hou je bek hoor, alsjeblieft, want hij praat tegen mij en je praat de hele tijd er doorheen. Ja? Laat ik even duidelijk zijn. Er is dus... Jongens, dus er is dus een ruzie geweest tussen jou en Anita. En dit is waar het allemaal over gaat. Ik ben hier niet blij mee dat dit gebeurt binnen een klas. Het was niet binnen de klas, het was buiten. Buiten het schoolterrein. Dus officieel niet... Ja. Wat ik ook zorgelijk vind, is dat iedereen kennelijk wel leuk vindt of zo, Ditte. Je moest haar zien ook zo. Ja. Ik vind het een beetje echt... Drusilla, hoe gaan we dat... Als ze gewoon normaal tegen mij deed, dan was er geen probleem. Dan zou ik er niet zomaar klappen. Want waarom is het gebeurd dan? Dan ben ik wel benieuwd. Ik was in de pauze en ik was rustig aan het eten. En ik zat... Hou gewoon even je bek dicht, ja? Hey, maar was ook dankjewel. Ja. Ik zat in de pauze, ik was wat aan het eten. Toen dacht ik van, oh ja, ik moet wat gaan halen bij de snackbar. Toen ging ik lopen, wilde ik mijn fiets gaan pakken. Ja? En toen liep ik door en toen kwam ze opeens van, ja, je hebt mijn fiets laten vallen. Toen zei ik, wat? Toen zei ze, ja, je hebt mijn fiets laten vallen, bitch. Ga het maar oprapen, want het is niet van jou, jij hebt het niet betaald. Ik zei, maar tegen wie praat je zo? Want ik ga rustig naar de snackbar en je komt tegen mij schreeuwen. Zei ze, ik praat tegen jou, hoer, wat dan? Toen heb ik er geklapt. Want tegen wie wil ze zo praten? Ik heb niet met de buiten geknikkerd of zo. Maar waar heb je er geklapt dan? Of, dat was verder weg van, ik heb in je gezicht geklapt. Ja.
Ja, en hoe ga je dit oplossen dan? Want dit lijkt me niet echt. Ik hoef niks te doen. Ik ben rustig hier. Ik was aan het werken. Je hebt gezien, ik was rustig. Ja. Ik heb niks gedaan. En zij is nou de vrienden gaan ophalen. Wat is dit voor een situatie, joh? Ze mag ze halen. Ja, en Anita bestelde wat anders aan mij. Yeah, right. Niet omdat je de fiets had omgestoten. Kijk, Emma, ik vroeg jou niks. Hou gewoon je mond en draai je hoofd om. Als je de billen wilt gaan likken, doe dat alsjeblieft buiten ergens anders. Ja? Ja. Oké, okay, nou is ook. Ik vind het echt. Ik vind het een hele bijzondere situatie dit. Je gaat zien. Ik zie jou, meid. Oké, okay, Emma, gaan we even naar. We moeten dit op gaan lossen, sowieso. Er is niks. Ik heb nu geklapt, het was klaar. Ze kan gewoon rustig hier komen zitten. Ik doe gewoon normaal tegen haar. Doet ze ook normaal tegen mij? Nou, kennelijk niet, want ze is de vrienden gaan halen. Ik weet niet wat dat betekent. Ja, als ze poesie is, dat is haar probleem. Ik dacht dat dit een. Maar deze klas is gewoon een leuke klas, toch? Ja. Ja. En waarom, maar jij zegt dus eigenlijk nou tegen mij: als Anita terugkomt, dan is er niks aan de hand. Ja. Hoe gaan we het oplossen dan? Als ze mij met rust laat. Laat ik haar ook met rust. Als ze de afstand houdt, hou ik ook mijn afstand bij haar. Zo, rustig aan de hand. Niks aan de hand. Rustig, niks aan de hand. Ik ben hier niet blij mee. Ik vind een school is een plek, een veilige plek voor iedereen. En er, wordt, en er is ook een filmpje van gemaakt, hoor ik. No way. Nou, ben je er niet, hoor. Echt heel veel, ja. Ja, is dat zo? Het staat zelfs op Wimpert. Maar jullie doen daar heel erg lacherig over, maar dat is helemaal niet, als je het zelf zou overkomen, hoe zou je dat... Je gaat inderdaad echt lachen als je dat... Is de kind dus... Goed, we gaan gewoon verder werken en ik ga even kijken waar Anita zit. Ja? Ja, even in de les. Jezus, jongens, jongens. Anders tegen mij, dus ik dacht dat het heel makkelijk zijn. Nee. Oké, nou Anita is weer terug. Oh shit, zijn dat ooit vrienden? Ja, gaan we zitten. Dus jongens, ik wil even geen commentaar. Anita is gewoon terug. Ik heb begrepen van Drusilla dat het klaar is. Hè? Ja. Ja, Anita, het is als klaar. Als ze de afstand houdt. Als ze afstand houdt, ja. Ja, en me met rust laat. Anita, het is, volgens mij is het opgelost. Ja, er is weer vrede. Ja, zo. Groepsknuffel. Oké. Ik vind gewoon, meneer. Ja? Ik vind gewoon niet dat zij kan zeggen dat ik haar per se met rust moet laten en zo. Want er is gewoon wel wat gebeurd en zo. En ja, tuurlijk laat ik hem met rust, met liefde. Maar ik bedoel, ik vind het niet echt dat... Ja. Wat we doen is dat we na de les even... Dan ga ik met jullie twee even praten. Maar waarom? Ja. Voel toch dat allerlei nog dit gebeurt. Maar hoezo? Ja. Nou, ik wil even dat jullie na de les even samen met mij even een babbeltje maken. Wauw, moet ik voor deze bitch hier na school nog blijven? Waarom? Nou, even op je woorden letten. Waarom? Ja? Omdat ik dat even met jou... Nee, Anita, blijf nou... Ja, het is goed, hè? Het is allemaal goed. Ja, Anita, laat zitten. Blijf zitten. Ga janken, alsjeblieft. Ga blijf daar. Fuck? God. Drusilla, dat wil ik met jou even na de les even. Met mij? Wat heb ik gedaan? Nou, wat heb je gedaan? Alsof je een enorme... ik heb hier op school niks verkeerds gedaan. Je hebt niks verkeerds gedaan. Nou, het lijkt mij dat je wel een aantal dingen verkeerd hebt gedaan. Nou, ja, als dat wil ik zo met vindt. Jou over hebben. Nu niet. N-I-E-T. Ja, niet. Hokje, schilderijtje, hangen we op, naar kijken en verder met rust laten. Ja? Goed. Abonneer, like en deel. Drusilla heeft in de pauze gevochten met Anita. Weliswaar buiten school, maar wel binnen schooltijd. Wat vind jij? Mag de school dan maatregelen nemen? Laat het me weten. Like deze video, word abonnee en tot de volgende week. Hoi.